Zoals u gewend van ons bent, op de maandagavond, 8 uur, tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama en ook weer vanavond heet ik u van harte welkom. Het Nationaal Vervoerbedrijf is opgericht in 1997. Ja, 1997. De tijd, hè? Met als doel het vervoeren van personen in geheel Suriname en wel zowel over land als te water. Want de meeste mensen, als ze horen NVB, Nationaal Vervoersbedrijf, dan kun je gewoon geneigd zijn te denken alleen aan land, maar nee, ze vervoeren ook mensen te water. Hoe het bedrijf dit dagelijks klaarspeelt en wat de procedures daarbij zijn en de rol van die overheid behandelen we vandaag in deze aflevering van Opinie. Vanavond in Opinie, het openbaar vervoer in Suriname. De gasten voor vanavond zijn Clifton Amoida. Hij is waarnemend onderdirecteur transport op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Amoida heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit in Twente en is wetenschapper in de civiele techniek. De heer Amoida is sinds 2011 in dienst van het ministerie van Openbare Werken op het directoraat Civiel Technische Werken. In 2015 is hij naar Nederland afgereisd voor het voltooien van een masterstudie in transport, engineering en management. Hij vervolgde zijn carrière in 2011 op het directoraat transport en fungeert vanaf 2018 als waarnemend onderdirecteur transport. Dames en heren, Clifton Amoida. Nicolas Prisiri. Hij is onderdirecteur operationele diensten bij het Nationaal Vervoersbedrijf NVB. Prisiri heeft een MOA in handelswetenschappen en is reeds 12 jaar OD bij de NVB. Zijn taken bij de NVB zijn tweeledig. Hij verricht administratieve diensten, als ook de operationele diensten, wat inhoudt dat hij de landelijke coördinatie monitort van het personenvervoer, in deze bus- als bootvervoer. Dames en heren, Nicolas Prisiri. Heren, goedenavond. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Opinie. We zijn blij altijd natuurlijk als jullie uw tijd vrijmaken om met ons hier te komen zitten om te praten over hele mooie onderwerpen. In dit geval vanavond het openbaar vervoer in Suriname. Zeker. Ik heb hier zitten de heer Amoida. Meneer Amoida, welkom. Dank u. En de heer Prisiri. Hele dank mooie u. Naam trouwens. Ja, ja. Meneer Prisiri. Precies. Welkom. Welkom, heer. Welkom. Ja. In mijn inleiding zei ik al, het Nationaal Vervoersbedrijf, afgekort NVB, zoals we dat kennen, bestaat al sinds 1997. Dus toen wij dat gingen onderzoeken, ben ik zelf ervan geschrokken van, bestaat dat al zo lang? Daarom zei ik in mijn inleiding, waar gaat de tijd? Ja, nee, maar, voor waar het initiatief om het NVB, het Nationaal Vervoersbedrijf, op te richten? Het initiatief komt uiteraard van de overheid, omdat openbaar vervoer staatszorg is. En u weet, de sociaal zwakkeren, zij zijn niet altijd in staat om de tarieven van de particuliere vervoerders te betalen. Dus vandaar dat de overheid als vader van het land moet je zorgen ook voor de kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning. Ja, en die... vandaar Nationaal Vervoerbedrijf, NV. Daarvoor was het Staatsbusdienst. Oh. Precies. Okay. Die gele grote bussen. Ja, ja, ja. We hadden ja, de schoolbussen. Ja. Daarop de pullenpandje. Ja, ja, ja. Daar naast het vat had je ook een station daar. Maar om zaken sneller van de grond te krijgen,
heeft de overheid staatsbusdienst omgezet in het Nationaal Vervoerbedrijf, naamloze vennootschap. Alleen dat er sneller beslissingen genomen konden worden, zodat het vervoer naar de mensen gebracht kon worden. Ja, mooi. En waar de link NVB overheid, waar is die link dan? Want u zegt nou, het is een alleenstaande NV nu op dit moment. Precies, ja. Het is een bedrijf dat gewoon op zich staat, een parastaalbedrijf. Precies. Maar waar is de link dan toch? Is er toch dan een link met de overheid? Ja, ik zal even kort daarop ingaan, met toestemming van meneer Prisier, want hij kent veel meer dan operations. Ik. Operations. Maar het komt erop neer, het is een parastataal. Het valt onder het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De zaken worden gesubsidieerd, ook tijdens de overheid. En vandaar eigenlijk een hechte samenwerking. Ook op het gebied van operationeel worden er vaak overleg gehouden. Mm-hmm. Als er problemen zijn met eventuele achterstallige betalingen, is er altijd een goede overleg van hoe we zaken kunnen voorkomen dat mensen in staking gaan. Want wat je niet wil is dat het openbaar vervoer lam wordt gelegd. Mm-hmm. Want dan heb je problemen met de werkende klasse, de scholieren. En dat is een stukje problematiek in je mobiliteit. En als je niet mobiel bent, kan je zeggen dat je eigenlijk niet echt leeft. Want je moet mobiel zijn om je dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Klopt. Dus wij proberen vanuit de overheid wel zo goed als mogelijk de communicatie scherp te houden met het NVB om zaken voortgang te doen, behouden, zeg maar. Ja. Dus het NVB valt onder het ministerie van OWTNC. Klopt, precies. Ja, precies. Nee, is goed. Oké, dan snap ik die link. En ik zei daarnet, NVB, ik ging ook in de verleiding om te denken dat NVB, dat het alleen maar op het land is. Dus dat jullie voor transport, voor vervoer zorgen van mensen alleen over het land, over land, maar dat het ook te water is. Precies. Dus NVB is ook te water. De meeste mensen weten dat niet. NVB is ook te water. Omdat u weet, we moeten het hele land ontsluiten. En waar er geen wegen zijn, heb je wel waterwegen. Toch? En de mensen die langs de waterwegen wonen, moeten ook vervoerd worden. Mm-hmm. Ze moeten ook naar hun bestemming, hun economische bestemming. Ja. En weer terug naar huis. Ja. Dus vandaar dat NVB dat stukje ook zorg draagt voor dat stukje. Om de mensen te vervoeren. Met de boot. Ja. Zijn er andere diensten ook dat de NVB doet? Dus we hebben, ook andere diensten en dat is in de zorg, de zorgvervoer. Wij doen ook aan zorgvervoer voor de mensen met een beperking. Hebben we ook diensten, we bieden ons ook diensten aan. En daar vervoeren we gemiddeld 225 mensen op dagbasis. Op dagbasis, zo'n 225. Vervoeren we op dagbasis. Geweldig. Ten aanzien van de mensen met beperkingen. Geweldig. Ik wil dan even met uw toestemming ingaan op hetgene wat meneer Prisseri zei. Kijk, de naam openbaar vervoer heeft een bepaalde definitie. Hè. Er zijn of meerdere definities. En openbaar vervoer staat eigenlijk, het moet toegankelijk zijn voor een ieder die ervoor de bij wet vastgestelde bedragen, of tarieven, bustarieven, te willen betalen. En openbaar vervoer is niet alleen maar bestemd voor mensen die valide zijn, maar het is ook bestemd voor mensen die minder valide zijn. Dus ook voor zorgvervoer, mensen die naar het ziekenhuis moeten. En het NVB heeft een behoorlijke belangrijke taak daarin om dat vervoer te voorzien. En tot nu toe gaat het goed, maar het kan altijd beter. En wij van het ministerie zijn ook bezig om te kijken hoe we eigenlijk die dienstverlening eigenlijk kunnen gaan verbeteren. Mm-hmm. Ja. Oké, nice. En nu een hele nieuwsgierige vraag hoor. De bussen die worden ingezet, of zeg maar de transportmiddelen, hè? Want dat zijn bussen. Precies. Bussen, ja, en boten. En boten, toch? Jawel, die twee alleen, toch? Bussen en boten, toch? Die twee alleen, ja. Maar die bussen en die boten, zijn die van het NVB zelf? Of huren jullie die dingen bij mensen of zo? Is het eigendom van NVB? Nee, de bussen en de boten. NVB heeft ook een partner. En de partners zijn bushouders en boothouders. Mm. Dus NVB huurt
bussen en boten bij boothouders en bushouders. Maar de NVB heeft geen enkel... NVB heeft geen bussen. Wel wat betreft de bussen van die ingezet worden bij zorgvervoer. Die zijn van het die bedrijf zijn wel zelf. Van het bedrijf zelf. Okay. NVB zou graag willen beschikken over eigen bussen. We hebben projecten geïnitieerd om eigen bussen aan te schaffen. Omdat het dan beter zou uitvallen voor de operation. U weet, het is een beetje moeilijk om aan de middelen te komen. Wij krijgen subsidie van de overheid. En elk jaar wordt het bedrag vastgesteld. Maar daartussen heb je heel wat aanvragen die binnenkomen. We denken aan nieuwe projecten. Mensen trekken in nieuwe projecten. De populatie neemt toe. Het aantal bussen is dan niet genoeg. En eigenlijk dat zou je weer moeten wachten tot de eerstvolgende begrotingsbehandeling. Eer je over de fondsen kan beschikken om bussen of boten in te zetten. Maar als NVB over een aantal bussen zou kunnen beschikken, dan kan je direct inspelen op die aanvragen die binnenkomen van de mensen. Ja, ja, ja. Ja. Maar als, laat me zeggen, als ik nou een aantal bussen heb in mijn beheer, hoe kom ik in aanmerking dan om ze aan te bieden voor NVB? Dus hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Is het een sollicitatie? Is het een gunning? Je doet een verzoek via een schrijver aan de directeur van NVB om in aanmerking te komen voor dat je bussen hebt en dat je bussen wil inzetten. En dan kijkt NVB in hoeverre het mogelijk is. Omdat net wat ik eerder zeg, de gelden worden vooraf geparkeerd. Dus wanneer u rijdt, moet u over uw geld kunnen beschikken. Ja, ja, ja. En de middelen worden door de overheid ter beschikking gesteld. Dus u wilt uw bussen aanbieden. Ja. Dat is goed, maar dan moeten we ook kijken hoe wij de kosten gaan dekken. De middelen moeten eerst vrijgemaakt worden. Het gaat erom dat als ik bussen heb die ik wil aanbieden, dat ik me gewoon normaal moet aanmelden bij de NVB. Gewoon een brief moet schrijven. Precies. En moet zeggen van jongens, is er misschien een opening? Oh, voor... Precies. Oké, en hoeveel personen, want de meeste mensen vragen zich af, ja maar het NVB-ding, is het wel nodig, de NVB? Wat doen al die mensen daar de hele dag van NVB? Is het wel nodig, dat bedrijf? Maar dan kunnen we dat omzetten in termen, want je weet cijfers spreken toch? Dus als je dat ding omzet in cijfers, dan weet je ongeveer, beter beeld, ben ik goed bezig of niet? Maar om hoeveel mensen praten we dat het NVB vervoert, het zee land, het zee te water, waarom moet ik denken? We moeten denken aan nagenoeg ongeveer 300.000 passagiers. Wij praten bij NVB over passagiers. 300.000 op maandbasis. En dan moet ik ook zeggen, één man pakt 2 tot 3 bussen om naar plaats van bestemming aan te komen. Begrijpt u? Ja, ja, ja. Dus dat alles wordt opgeteld. Okay. Dus het is niet zo dat het 300.000 mensen, afzonderlijke ja, mensen, ja, ja, het gaat om passagiers. Zodra je de bus instapt, koop je een ticket en dat wordt dan gelijk geturfd aan de hand van de labels die achterblijven. Ja, ja. Maar dus, voorzichtigheidshalve zullen we toch daar ergens kunnen komen op een 100.000, ergens in de buurt van tussen de 100 en 150.000. Precies. Misschien. Ja, precies. Ervaring gaan er toch dat ze verschillende bussen nemen. Toch? Precies, precies, precies. Toch wel voorzichtig hoor. Ja, voorzichtig. Precies, precies. Maar en het aantal, net wat ik eerder zeg, meneer De Gama, het aantal kan verdubbeld worden indien wij de gelegenheid krijgen om het aantal bussen in te zetten. Kijkt u, voor dit jaar hebben we geprojecteerd een aantal nieuwe trajecten. Die staan in de wachtkamer. We hopen dat we door de begrotingsbehandeling doorkomen, wat wij begroot hebben. Als we dat krijgen, dan kunnen we het aantal nieuwe trajecten uitvoeren. En daar heb je weer een aantal 100.000 passagiers
op maandbasis. Ja. Dus maar kijk, als je het hebt over nieuwe trajecten, ja. Dan hoor ik u zeggen, dan hebben dan andere mensen de kans om, want dan komen er dan ook andere bussen, toch? Precies, meer bussen, toch? Dan kunnen bussen, er meer mensen bussen aanbieden, bushouders. Precies. En boothouders even. Precies, ja. Ja, 100.000, dat is toch wel best wel veel hoor, 100.000. Precies. Maar die mensen zeggen in Suriname gebruiken de mensen geen openbaar vervoer. Dat hoor ik mensen zeggen toch, mannen gebruiken openbaar vervoer. Integendeel. Iedereen wil in de auto rijden. Rijden met de NVB biedt garantie. Je bent zeker dat je op tijd aankomt omdat wij met de tijd rijden. Wij rijden met de tijd. Op tijdbasis rijden wij zodat je weet van ik kom op tijd aan. En de vraag, ik zeg het nogmaals, is enorm. Onvoorstelbaar. Maar zie je, zo kom je achter die informatie toch? Want kijk, als je niet praat met het desbetreffend bedrijf in deze, bijvoorbeeld, dan weet je het niet. Want ik ga zelf ook in die gedachtegang van iedereen wil auto kopen, iedereen wil auto rijden, inderdaad. Niemand bijna gebruiken. En daarom heb ik jullie gevraagd van, wat voor nut heeft de NVB? Maar jullie zeggen me nou hier dat er in de honderdduizenden passagiers. Ik wil dan even daarop reageren, van dat eigenlijk mensen geen gebruik willen maken van openbaar vervoer. Het is een terechte opmerking. Een reden waarom. Bij NVB loopt het redelijk tot goed. Er is een, we kunnen praten over een soort van dienstregeling. Het is nog niet wat het wezen moet als we gaan vergelijken met in termen van het buitenland hoe het is geregeld. Want daar heb je dan echt een strakke planning dat je op de minuut, al kom je aangerend, als je laat bent, die bus gaat vlak voor je neus wegrijden. Want die man rijdt volgens een dienstregeling en hij moet op een bepaald tijdstip bij de eerstvolgende halte zijn. Klopt. We zijn nog niet zo ver in Suriname, maar NVB heeft al een goede stap de goede kant op. Met de andere, de particuliere organisatie zijn we hard mee bezig om ook richting een dienstregeling te gaan. Want veel mensen willen geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Omdat het niet betrouwbaar is. Als het niet betrouwbaar is, je kan niet rekenen op de tijd. Dat je om 9 uur op je werk moet zijn of om 7 uur of voor je tentamen. Dus daardoor gaat men kiezen voor de auto. Want die auto heb je meer de eigen flexibiliteit. Je hoeft niet te wachten totdat die vol is. Dat is niet het geval bij NVB. Maar we hebben problemen daarmee bij de particuliere sector. Dus een stukje zekerheid in term van tijd is heel belangrijk als je praat over openbaar vervoer. Er zijn ook andere aspecten, maar ik ga nu niet even niet daarop uitweiden. Ja. Oké, maar even, maar als ik rijd met NVB, daar, zeg maar in plezier, dan rijden jullie met de tijd. Met de tijd, ja. Dus daar heb ik toch een bepaalde zekerheid. Een hogere mate van zekerheid. Precies. Van aankomst en vertrek, toch? Precies. Klopt. Oké, want ik kom straks op een hele lastige vraag, want ik voelde zo een beetje dat jullie die richting op gaan, maar Boliba vraagt dat je dadelijk, omdat ik eerst wil weten op welke routes is NVB actief. Zijn jullie over het hele land of zeggen jullie nee alleen in bepaalde districten of bepaalde gedeeltes? Of, we zijn landelijk bezig. In alle districten zijn we bezig. En momenteel zitten we boven de 125 trajecten. Dus het zou me te ver voeren om alle trajecten. 125 trajecten. Landelijk. En net wat ik u zeg, de vraag voor openbaar vervoer. Laat me het zo zeggen, want openbaar vervoer wordt weer onderverdeeld, zoals meneer Amoyde dat zegt, in staatsvervoer, NVB en particulier. Dus dat onderscheid moet duidelijk zijn. Maar wat dat betreft, we krijgen elke dag nieuwe verzoeken binnen voor nationaal vervoerbedrijf. Maar dan kom ik dan op die vraag van me eigenlijk dat ik al de hele avond wil stellen. Want ik hoor jullie praten particulier staats. Particulier staats. Is het een spanningsveld in die markt, in die business? Is het een spanningsveld? Is het een concurrentiestrijd? Of zeggen jullie van, nou, ik zie het zwart-wit. Het is juist, of vullen juist elkaar aan. Is het een spanningsveld? Ik wil niet praten over een spanningsveld. Want als leiding hebben we ook contact met de leiding van PLO. Een zekere concurrentie, mate van concurrentie is er. En het is ook gezond dat er ook is, want dat houdt de bedrijvigheid erin, begrijpt u? Zeker. En wij doen ons werk.
That's it. Wij doen ons werk. Wij gaan naar de mensen. Wij brengen het vervoer naar de mensen. En dat zullen we blijven doen. Ja, 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 ja. Maar ik kan me voorstellen dat het wel lastig zal zijn, toch? Dat als je bijvoorbeeld op een bepaalde route, waar de particuliere lijnbussen, waar ze hun brood aan verdienen, en dan komen jullie plotseling met de staatsbussen daar. Of zeggen jullie van nee, maar er zijn ook mensen in die omgeving, no? Die kijk, niet die particuliere kunnen betalen, no? Dus we zetten dan de staats in. Ja. Of is dat zo van, als die particulieren in die richting al eenmaal rijden, of op die route rijden, dan zeggen we, nee, oké, dan liep dat voor de particulieren, dan gaan we een andere trein uitkiezen. Of... Meestal waar de particuliere bussen rijden, gaan wij niet. Okay. Wat wij wel doen, wij rijden onze trajecten uit. Ja. En dat is ook belangrijk. Je hebt, ja, ik wil me niet wagen op glad ijs. Maar je hebt vergunninghouders die hun trajecten niet uitrijden. Halverwege keren ze terug. Wat gebeurt er dan met de personen, de mensen die aan het eind staan om te wachten op de bus? Ja, ja, wat ja. gebeurt er met ze? Ja, ja, vervelend. Maar NVB rijdt het traject helemaal uit. Ja. En als we moeten gaan, als dat het is dat we moeten gaan, dan hebben we geen andere keuze. We zullen er wel voor gaan. Ja. Oké, maar nou waar ligt het verschil in dan? Want waar ligt er een verschil? Waarom zou ik NVB moeten rijden om even in een concurrentiepositie te blijven? Waarom zou ik als passagier voor NVB moeten kiezen in plaats van een particulier? Of laat me ook snel zijn om dat te zeggen, of misschien omgekeerd, waarom zou ik voor particulier juist moeten kiezen en geen NVB? De mensen kiezen eerder voor NVB vanwege de tijd, wij rijden met de tijd. En de tarieven zijn ook veel lager. Oké. En wat zijn de tarieven? Nou, stadstarieven, als ik het zo mag aangeven, is 85 cent. En de stads 85 cent. En de particulier is 1 gulden 85. Dat scheelt 1 SRD. Dat is een hele 1 SRD verschil. Ja. En als je 3 bussen per dag moet nemen, dan scheelt het al 3 SRD op dagbasis. Precies. Ja. Als we een traject van Paramaribo, Albina, is 8 gulden 50 en de particuliere bussen 70 tot 100 SRD per kop. Wow. Dus dat betekent, ja, wat snap ik het. Maar dat, ik voel zo'n beetje aan dat de particulieren niet blij met jullie zijn. Ik wil even daarop ingaan. Of zie ik het verkeerd dan? Nee, nee, kijk, vanuit het technisch oogpunt hebben we in Suriname veel ongeconsolideerde lijnenstructuur van de bussen, het busnetwerk. Ja. En ongeconsolideerd, dat is dan eigenlijk bustrajecten die elkaar zeg maar overlappen. En dat is eigenlijk, als je vanuit het oogpunt kijkt van efficiëntie, dan is het niet heel erg efficiënt. We moeten meer naar een geconsolideerd lijnennetwerk, waarbij je meer dwarsverbindingen hebt, overstappunten. Als bijvoorbeeld de PL die gaat van Lelydorp naar de stad en je hebt allemaal bussen, andere bussen die ook dat traject doen. En we hebben ook bushouders die klaar van ja, maar die bussen die pikken ook onze passagiers. We weten niet of het daadwerkelijk zo is. Er zou onderzoek daarop losgegooid moeten worden. Ja. Maar die klachten komen wel het ministerie binnen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we wel gezamenlijk met alle partijen aan tafel moeten gaan zitten op uiteindelijk om het openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk te maken. Want er wordt subsidie betaald en met de schaarse middelen die we hebben, moeten we wel kijken dat we het goed en effectief, efficiënt uitgeven. Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat gezegd hebbende doel ik meer op, ik blijf het zeggen, meten is weten. Er gaat meer geïnvesteerd moeten worden vanuit eigenlijk ook de particuliere sector, vanuit de belanghebbende organisaties om onderzoek te doen. En ook te investeren in de infrastructuur voor bussen, want openbaar vervoer is alleen maar uitgeven van vergunningen en de controle daarop. Maar we moeten ook kijken naar de infrastructuur. We moeten kijken naar businname, vaste stopplaatsen. We kunnen verder zelf ook gaan kijken van hoe we in Suriname ergens een busbaan kunnen gaan aanleggen. Ja, ja. Want met een busbaan bijvoorbeeld... Daarbij heb je nog een grotere garantie. Precies. Ja? Voor de tijd. Hè? Precies, want daardoor... Dan rijdt hij op zijn eigen lijn. Het heeft heel veel voordelen, een busbaan. Ja, 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 ja. Want je bent sneller op de bestemming, want... Je hebt je op en toe. Het is een variabel, noemt men dat. Reistijd, reisduur, dat is heel belangrijk.
En dat kan je verkorten door vaste stopplaatsen met een busbaan. En met zo'n busbaan heeft eigenlijk meerdere voordelen. Emergency voertuigen zoals ambulance, politie, brandweer, noem maar op. Die zouden ook gebruik kunnen maken van zo'n busbaan. Ja, ja. Dus we moeten meer gaan investeren in onderzoek en infrastructuur voor mobiliteit, openbaar vervoer. Ja, meneer Amoida had het over de overstapmogelijkheden. Ja, ja. Daarin is NVB ook al, laten we zeggen, ready. We hebben ons interconnectieplan als model Wanica. Sinds vorig jaar is dat af. We hebben het ingediend bij het ministerie. En we wachten op groen licht, zodat we kunnen overgaan tot implementatie. En dat houdt meer in de verschillende gebieden van Wanica connecten. Ja, ja. Want een simpel voorbeeld, u komt van Lelydorp, u wilt naar Domburg. Dan moet u eerst naar Paramaribo komen, centrum, een bus pakken om vervolgens naar Domburg te gaan. Mm-hmm. Maar met die interconnectie kunt u vanuit Lelydorp gelijk richting Domburg gaan. En wilt u naar het westen van het land of waar dan ook, via die interconnectie. En daar doe je het dan met die kleinere bussen. Die 15 personen bussen die zijn veel sneller, begrijpt u? Maar dat zou ik u net vragen, hoe? Wat moet ik begrijpen? Ja, die 15 personen bussen. Ja. En dat is het project, het plan dat we reeds hebben. En we hebben het ingediend, dus we wachten op groen licht. En zodra het zover is, het wordt gepilot, dan kunnen we dat bij de overige districten implementeren. Maar even toch kort even daarop inzoomen. Met interconnectie betekent dat er meer bussen, no? of nog een bus op die route, of andere bussen op die route moeten komen? Er komen andere bussen komen in het systeem. En die zullen meer, laten we zeggen, passagiers leveren voor de bussen van de hoefwegen. Begrijpt u? Ik snap het, ja. Dus die los van die... punt en brengen dan En dan gaat het veel verder. Mooi. Dan gaat het veel verder. Oké, en waarop wachten jullie om dat te implementeren? Dus het ministerie moet goedkeuring geven. Oké, mooi. Dus er is een kostenplaatje eraan verbonden. Want er moeten dan andere, meer bussen komen. Meer bussen komen. En meer extra subsidie. Ja, klopt. Ik hoop dat dat uitkomt, zo gauw als mogelijk uitkomt. Dat gaat een hele mooie zijn, want dat is een beetje gek toch, dat ik Lelydorp ben, maar ik helemaal naar de Paramaribo hoofdbasis en dan naar Domburg. Ik hoop dat dat echt heel snel uitkomt. Er is me iets opgevallen als we het hebben over NVB. Hè? En dat is, als ik rij op straat, dan zie ik de mensen echt als arend, als waakhonden, de controleurs langs de wegen staan. Bijna wil ik zeggen dat ze er komt bijna loerend over. Alsof de mensen echt loeren. Ik gebruik mijn eigen woorden hoor. Vergeef jullie maar als dat niet zo is, maar zo zie ik dat en zo komt het bij me over. Om te wachten op de NVB-bussen, om te controleren. Waarom zo'n strenge en strakke controle? Waarvoor en wat wordt er gecontroleerd? Er wordt gecontroleerd als de mensen zitplaatsen bewezen hebben. Omdat u moet weten, die chauffeur is niet altijd de bushouder. Dan kan er onregelmatigheden plaatsvinden. Dat er geen ticket wordt verstrekt aan de passagier. En u ontvangt het geld, u geeft geen kaartje af. Betekent aan het eind van de rit, wanneer die man zijn kas opmaakt, dan houdt hij een saldo over. Terwijl dat geld van NVB is. En om de dienst te moeten garanderen, moeten we zo veel mogelijk verspilling hebben in het systeem. Natuurlijk. Vandaar die controleurs, ze worden ook verplaatst van punten hoor. Dus ze zijn niet vast op één locatie. Klopt, dus dat zeg ik toch. Het leek alsof ze loeren in principe. Dus vandaar. Ja. En controle is geen daarvan vijandschap. Natuurlijk niet. Het is een gezonde zaak. Om de dienst te kunnen garanderen, moeten we een sterke controle uitvoeren. Precies. Vandaar. Oké, dus het gaat om de controle van de passagierskaarten, heb ik het over. Oké. En indien er burgers zijn of passagiers, jullie klanten, en een van de klanten van jullie heeft een misstand meegemaakt of een vervelend ding meegemaakt of een lastig ding meegemaakt,
of geconstateerd, dat kan ook toch, want je hoeft het niet zelf te ervaren, maar misschien heb je het geconstateerd. Wat zou, of je passagier of de persoon die het constateert, wat zou je met die klacht moeten doen? Wat zijn de procedures? Waar zou ik moeten gaan? U had het daar net over die controleurs. Juist. Zij zijn de eerste, laten we zeggen, de eerste punt van NVB waar de passagiers zijn of haar beklag kan doen. En die zaken worden gerapporteerd en wij gaan serieus om met die klachten die we binnenkrijgen. We hebben een website, we worden ook gebeld, passagiers komen ook op het station om hun beklag te doen in geval er een er meningsverschil kan zijn met de buschauffeur. Want dat vindt, nagenoeg komt het voor dat de chauffeur een beetje onheus doet tegenover de passagiers. En de mensen kunnen hun beklag altijd doen. En wij gaan serieus om met alle klachten die we binnenkrijgen. En natuurlijk proberen wij van het ministerie ook, zodra we misstanden in het, op het veld constateren, het is één overheid, het is één openbaar vervoer. Dus al is het geen particulier bus, NVB-bus, geven we gelijk de zaken door aan NVB om zo snel als mogelijk werk van te maken. Ja. Want uiteindelijk komt het op ons bord als overheid. Ja, klopt. Ja, we proberen het zoveel als mogelijk samen aan te pakken. En vanuit de overheidszijde misschien een beetje, dat kijk ik misschien een beetje met een schuin oog naar meneer Amoida, vanuit de overheid, zijn jullie tevreden tot nu toe wat het Nationaal Vervoersbedrijf doet in die samenleving en voor die samenleving? Tot zover zijn jullie tevreden? We zijn zeker tevreden. Een tevreden mens is ook een gelukkig mens, maar ik blijf het zeggen, we kunnen het altijd beter. Mm-hmm. En daar streven we ook naar. Alleen, kijk, met veranderingen, ontwikkeling, dat kost wel geld. En we zitten een beetje schaars met de financiële middelen. Maar uiteindelijk moeten we wel gaan investeren. De technologie is daar. Dat van de controlewerkzaamheden. We zouden het simpel kunnen oplossen met een GPS-systeem in combinatie met een passagiersdetectieapparaten. En ook nog van die busvalidators waarbij je met een soort van kaartje. Of met je telefoon de betaling kan doen. Precies, het is veel efficiënter en is ook veel veiliger. Want je hebt geen... en is ook transparanter naar de bushouder toe. Want dan heb je... Je ziet precies wat er op je rekening komt. De chauffeur kan geen rare handelingen plegen. Dus het heeft heel veel voordelen, maar je gaat een stukje investering moeten plegen. En jammer genoeg hebben we niet het nodig kapitaal om met grote stappen de zaken af te handelen, maar we zijn bezig. Maar hebben jullie het ooit geprobeerd, het gedeelte waarover meneer Amoy dat heeft, meneer Prisiri, om dat gedeelte van die kaarten, die controles, te digitaliseren? Er was een pilot met GPS-systeem, maar het is gebleven bij die pilot. Nee, maar ik heb het ook over het betalen. Dat de mensen betalen digitaal met een NVB-pasje, bijvoorbeeld. Ik denk even luid op nou, hoor. Daar hebben jullie nog nooit geprobeerd. We hebben, die zaken zijn ook ingediend bij het ministerie. Oh. We hebben een aantal modellen. Ja. En die in modellen, hebben ze ja, die modellen zijn ook. Ja. Ja, we hebben projecten ervan gemaakt en die zijn ook bij het ministerie ingediend. Dus de passagiers hebben geld op zijn pasje? We willen overgaan tot die slim systeem. Ja, klopt. We hebben ook dat soort zaken ingediend bij het ministerie. Met kaarten te rennen en te controleren en dat soort zaken. Dat doet de computer. Meneer Prisiri noemde het al, de interconnectieroutes is natuurlijk een van de mooie toekomstplannen van het Nationaal Vervoersbedrijf. En naast dat van de interconnecties heeft het NVB ook andere toekomstplannen? Ja, dus zaken die jullie We willen gaan naar het verdelen in concessies, rayons. Dus de trajecten verdelen in rayons, dus de gebieden. En daar belast je één bushouder of één boothouder. En die zorgt ervoor dat de rest bij haar wordt geregistreerd, bij zijn bedrijf wordt geregistreerd.
waardoor er veel sneller en efficiënter gewerkt kan worden. Mm-hmm. Begrijpt u? Je moet dealen met, laten we zeggen nu, 90 bushouders. Individueel. Moet je dealen individueel. En dat vergt heel veel tijd. Beslissingen kunnen niet snel worden genomen. Maar als je de zaak opdeelt in rayons, dan heb je minder aanspreekpunten. En dan kunnen er veel sneller beslissingen genomen worden. Ten aanzien van het vervoer. Want wij zeggen steeds het vervoer brengen naar de mensen. Ja. That's it. Daar staat NVB voor. Daarvoor staat NVB voor. Okay. Mooi. Heren, ik zou zeggen, we zijn aan het einde gekomen. Okay. Het was heel informatief. Hoor. Er zijn zoveel dingen die dat zijn mooie van het ding. En dat zijn dus, elke keer zeg ik het ook aan onze kijkers, dat als wij dus in opinie een onderwerp aansneden, dat het echt... Het moet iets bijdragen, het moet informatief zijn. En vooral, het is altijd prettig als je met terzakendeskundigen praat. Want dan weten de mensen waarover ze het hebben. Maar goed, we gaan afsluiten. Dank u. Heren, het is een traditie van ons dat we van onze gasten vragen om... Als jullie misschien iets willen meegeven aan onze kijkers. Vooral neem ik aan in het bijzonder jullie passagiers van het Nationaal Vervoersbedrijf. Meneer de Gama staat u mij toe. Motaka di sinstra na tongo. Dan alle de passagiers voor UNO. En hier precies. Want takanga ding. Omdat ik kon veel voor. Ik kon voeren voor. Dat tede kon je naar bus. A chauffeur gieden a karta. Dat tede saka. Dat de lange a karta die a chauffeur baka. En want tegen taki a karta na voor jou. Inom di a chauffeur a carta moro wan da amau serem baka di wan trasma en dan ineyep NVB futan garandeer a dins gi yu wan na yu aba bus van odu en fu a bus mustan rego doro NVB ab amoni van odu wan ta carta sa yu e pai amoni dati eigenlijk mus kona NVB. Voor NVB kan dek de kosten godoro zodat hij alle die je een bus of een auto. Maar te je gi a chauffeur a karta baka, de amon dat ni koina kasi voor NVB. Dat u wan takanga desma. No gi a chauffeur a karta moro. Na yu karta tega oso, if you want troena prelebak, you troena prelebak, of you put in a fairness belt. Maar alle kata die u gaat terug naar een verlies die er staat. Ja. Meneer Amoida, tot slot. Meneer Prisiri heeft het gezegd. Het ligt aan de gemeenschap. We allemaal moeten doen samen. Als we morgen boem openbaar vervoer, dan verandert de mentaliteit voor UNO's revie. En een hele organisatie ook om te doen. Want zo lees je dus mij raak, tabus nu aan stop taparoutonde. Maar de mannen begrijpen dat het is gevaarlijk, je job is aan taparoutonde. En je hoort een hele verkeer op. Dus, nou een samenwerking voor een hele gemeenschap, voor mij een openbaar vervoer in Sranan komen te doen. Dat is mijn tapang aan dat. Geweldig. Dank u wel, heren. Dank u wel. Heer Amoida, vanavond hadden wij en de heer Prisiri. Goed, dan hebt u dat gehoord natuurlijk. Ik schrok er zelf van dat er 300.000 passagiers zijn die maandelijks gebruik maken. Maar natuurlijk dat één passagier meerdere bussen gebruik van maakt per dag. Dus dat als je dan zo dat deelt, dan kom je ongeveer ergens in de buurt van tussen de 100.000, voorzichtig, en 150.000 passagiers. Dat is niet niks. Dat dus waarvoor het Nationaal Vervoersbedrijf eigenlijk zorgt, hè, om deze mensen te transporteren. Want ik bedoel, als je niet van plaats A naar plaats B kan gaan, dan heb je een probleem, want dan zit je vast. Dus het bedrijf staat er, is er en heeft een hele, hele grote bijdrage. Dan hebben jullie dat vanavond ook weer gehoord. Mocht u deze aflevering hebben gemist of op de helft hebben gezien, dan kijkt u op de woensdagavond 8 uur herhalen we die. En dan vrijdag 8 uur, dan herhalen we die ook weer. En mocht u die dagen ook hebben gemist, dan gaat u rustig naar onze YouTube-channel, het Nationaal Informatie Instituut.
Nationaal Informatieinstituut. Dan zoekt u dan deze aflevering van Opinie op, het Nationaal Vervoer in Suriname. En dan kunt u er rustig doorheen gaan. Blijft u vooral naar kanaal 8.3 kijken als u echt op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt in het land. En rest mij u een fijne kijkavond verder toe te wensen. Ik ben Ryan de Gama. Goedenavond. Opinie.